Wij gingen samenwonen op de Korreweg in zo'n heel mooie jaren 30 huis. En het was een prachtig huis. En we hadden een mooie tuin. We hadden al suite-deuren. En onze buren, nadat zij keihard stampten, met de deuren sloegen en om de 5 minuten brulden: "Hey, we stoken in godverdomme niet voor de buren!" Waren dat prima mensen. Prima. Zal nooit vergeten, die allereerste keer. Ik zit met mijn vriendin op de bank, hè? Lekker, hè? DVD'tje erbij, kaas ligt, maar om de 5 minuten: "Hey, we stoken in godverdomme niet voor de buren!" Dus ja, toen heb ik even bij de buren aangebeld. Op slippers en in een zwembroek. Ik zei: "Goh, ken je verwarming wat naar beneden?" Want we zweet ons echt de pleuris. Nooit meer last van gehad. Nee, de eerste crashjes in onze relatie kwam namelijk... Ik had een Dolby Surround set gekocht. Dat leek mij trouwens prachtig mooi. Hè? Als je man wilt samenwonen, wil je een Dolby Surround set. Hè? Zij wou een pakketvloer, ik wil een Dolby Surround set. Maar het leek mij nou prachtig mooi, jongens, om die Dolby Surround set zo aan te sluiten op mijn Xbox 360. Want dan speel ik op de Xbox Barcelona Real Madrid. Dan doe ik die knop vol open aan. Dan klinkt het alsof ik speel in een volkamp. Nou, dat leek mij machtig mooi. Dus ik was vol enthousiasme dat apparaat zo aan het installeren. Staat mijn vriendin op een gegeven moment achter mij. "Zo, Ronald. Wat zijn we in godsnaam aan het doen? Ik heb een Dolby Surround set gekregen. Moet je kijken hoe vet dat eruit ziet." "Ja. Ziet er misschien wel vet uit, maar ik denk toch dat we hier een probleem hebben. Ik vind het namelijk, Ronald, heel vervelend als ik op de bank zit met een lekker kopje rozenbottelthee. Dan vind ik het heel vervelend als ik dan de hele tijd naar die boxjes moet kijken." Ik zeg: "Ja, die boxjes die zijn 5 centimeter hoog, dat is toch geen enkel probleem?" "Ja, dat is wel een probleem. Ik snap jouw enthousiasme, maar het apparaat gaat de deur uit." "Jij vindt dit vervelend. Jij vindt dit vervelend. Weet je wat ik heel vervelend vind? Als ik op de Xbox Barcelona Real Madrid speel, dan vind ik het heel vervelend als het geluid dan alleen uit die televisie komt. Dan vind ik stroom vervelend, want dan speel ik dus wel Barcelona Real Madrid, maar dan klinkt het als Urk tegen de Harkemaanse boys. Daar staat er geen kleuten van, nee. En ik wilde op mijn buurt, achteraf ook wel wat kinderachtig, ik wilde op het toilet niet al die verhuiskaartjes. Dat vond ik zo vervelend. Zit je te schijten, kijk, heb je al die verhuiskaartjes, hè? Je kent ze wel, hè? Van gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Of zo'n blije slak dat zegt: "Huisje, woontje, beestje." Ja, die dus. Die. Oh, het ergste kaartje wat wij hadden gekregen, serieus waar, was het kaartje van mijn schoonmoeder. Dat was namelijk een kaartje en het enige wat op dat kaartje stond was een koolmees. Dat was het enige wat op het kaartje stond, een koolmees. En op de achterkant stond geschreven: "Het nestje wordt gebouwd, hopelijk snel getrouwd, de pil kan worden opgezegd en de eitjes in het nestje gelegd." Nou, sindsdien, ik ben zo impotent als een deur, jongens. Hij doet niks meer, nee. En het begon ook klein, hè. En dat met die relatie, het begon ook klein. Het was gewoon op een dag, mijn vriendin, die ging zich aan mij, ja, ergen. En het waren met hele kleine dingen. Dus het begon op een dag heel klein dat ze tegen me zei van: "Goh, Ronald, kun je eens even wat rechterop lopen? Lopen ze even wat rechterop, Ronald. Je moet eens even wat rechterop lopen. Lopen ze even wat rechterop. En je loopt op 10 voor 2, Ronald. En je loopt op 10 voor 2, Ronald. En kan je dat accent eens een keertje niet doen, Ronald? Kan je dat accent eens een keertje niet doen? Ik word knettergek de hele tijd van dat accent van jou. En waarom ligt dit nou hier, Ronald? Waarom ligt dit nou hier? Moet ik hier nou de hele dag naar kijken, Ronald? Waarom ligt dit nou hier? Is het nou zo moeilijk om het even op te pakken en in de vaatwasser te doen? En moest kijken wat ik hier heb, Ronald. De tube tandpasta. En wat heb ik hier? Het dopje van de tandpasta. Is het nou zo moeilijk, Ronald, om dat er even op te draaien? En
Doe je nou ook nog suiker in je thee? Doe je nou ook nog suiker in je thee? Dan drink je zoveel cola. En doe je nou ook nog eens een keer suiker in je thee? Doe je nou potverdomme ook nog eens een keer suiker in je thee? En moet je eens kijken wat ik hier heb, Ronald. Moet je eens kijken wat ik hier heb, Ronald. Een cc op bedje. En dat cc op bedje zat nog in het cc op apparaat. Moet je eens kijken wat ik hier heb, Ronald. Een pedaalhemmetje. Voetje op het pedaalhemmetje. Klepje open, handjes los, weg zijn zeil, bedje. Oh, wat kon dat mens zeiken? Oh, dus op zo'n moment moet je gewoon tegen een vrouw zeggen: hé, als je nog één keer zeurt, dan is daar het gat van de deur. En dan ga ik dan doorheen. Maar jongens, in plaats van dat dus te zeggen, ging ik op het toilet zitten. Ik zonderde mij helemaal af. Ik ging stil op het toilet zitten en dacht ik laat de buitenwereld buiten bij mij en dan kan ik even hier rustig tot mezelf komen. Ik ging ook steeds vaker op het toilet zitten. En het nare van die relatie was ook, we hadden ook elk weekend hadden wij ook verjaardag van een schoonfamilie. En die schoonfamilie die woonde in Brabant en Limburg, dus elk weekend mevrouw, ik zat weer in een Peugeot 106 opgevouwen en dan ging ik weer naar Brabant voor zo'n verjaardag. En op zo'n verjaardag ging ik dan ook gewoon ja, de hele tijd op het toilet zitten, want ik was er klaar mee. Zij ook met mij trouwens, want ze brachten de taart ook bij mij op het toilet. Maar ik zal nooit vergeten, ik was jongens op een verjaardag bij oom Harry in Budel. En ik zat er al ja, ongeveer zo 2 uur lang op dat toilet. En nou, op een gegeven moment begon me wat te vervelen. Dus ik ging een beetje op die verjaardagskalender kijken. En ik zat zo aan het kijken. En toen stond mijn naam er niet op. Nee, mijn naam stond niet op die verjaardagskalender. En dat deed mij zo verschrikkelijk veel pijn. Ik kwam al jaren bij die mensen over de vloer en mijn naam stond niet op die verjaardagskalender. Dat deed mij zo verschrikkelijk veel pijn. Dus toen heb ik, puur uit frustratie, op die kalender achter iemand zijn naam een overlijdenskruisje geplaatst. Ja, ik wist niet dat diegene ook op die verjaardag aanwezig was. Ik sta in de hoek van een kamer, komt een vrouw zo van een toilet afgelopen. Harry! Harry! Lekker is dat Harry, pak van Dory! Je hebt op mij op de verjaardagskalender achter mijn naam een overlijdend kruisje geplaatst. Lekker is dat Harry, hè? Wrijf het er nog maar eens even lekker in, Harry, hè? Terwijl ik in het ziekenhuis in coma lag. En ik ben gewoon ten dode overgeschreven. Smerige klootzak! Smerige klootzak! Ja, schitterend.